Hallo Conny, wat leuk om jou nu ook weer te ontmoeten. Recent heb jij nog het predicaat van verdiensten ontvangen. Als vrijwilliger van onder andere de buurtboerderij. Wat doe jij zoal bij de buurtboerderij? Dat klopt. Ik ben nu ruim 4 jaar bij de buurtboerderij. En ik doe zoals iedereen doet, stallen schoonmaken, alle verblijven schoonmaken, eten geven. Zorgen dat het er allemaal netjes uitziet als de bezoekers komen. Koffie schenken. En gewoon de mensen een beetje bezighouden. Maar eigenlijk echt het onderhoud en zorgen dat de dieren goed verzorgd zijn. En dan nu de vraag, de kerststal. Want het is wel heel bijzonder dat jullie hier bij de buurtboerderij een kerststal hebben. Ja, in principe is het eigenlijk niet zo bijzonder. We zijn een boerderij, we hebben een stal en we hebben de ruimte. En dan vooral voor de buurt en mensen die langskomen, vonden wij het gewoon heel leuk om een kerststal. We hebben de dieren erbij, die erbij horen. Dus wat let je. Dus eigenlijk zit daar toch ook wel een beetje de kerstgedachte, een kerstgebaar achter. Ja, zeker. De kerst is gewoon ook voor ons belangrijk, maar ook voor de mensen die hier in de buurt wonen. En vooral met de kerstdagen, dat mensen toch even op kunnen lopen om naar de kerststal te kijken. Maar kerst is zeker voor ons ook heel belangrijk. Maar hoe kom je dan aan al die spullen? Nou, we hebben een hele fanatieke vrijwilligster bij de buurtboerderij. En die heeft gezorgd voor de poppen, de kleding. En die is er zo mee bezig. En ja, eigenlijk vanaf de buurtboerderij, van de vrijwilligers, moeten ze gewoon elk jaar heel erg bedanken. En vooral omdat je nou weer zo mooi uitziet. Fijn dat jullie er hier allemaal bij zijn met het openen van de kerststal. Wij vinden het sowieso heel erg leuk dat we hier op mogen komen luisteren. En dan gaan we er samen iets heel gezelligs van maken. Maar jullie maken er echt een feestje van. Net voor kerst, echt een mooi kerstgebaar. Ik zie hier een koor, lekkere glühwein, wat lekkers erbij, chocomel. Je voelt je echt hier ontzettend welkom als je hier bent. Dus ik... Ja, wil wel eens weten hoe jullie dit allemaal zo georganiseerd krijgen. Nou, bij een kerststal hoort natuurlijk, dat zie je overal, hoort een opening bij. Nou, en het initiatief is gewoon een opening, een paar dagen voor kerst. Het koor is er omdat we een vrijwilliger hebben en die ook meezingt. Dus ik denk ook dat ze daarom hier zijn. En natuurlijk hoort er lekkers, glühwein en gezelligheid bij. Jingle bell, jingle bell, jingle all.
weet je wel, zo'n koor ook. Het is natuurlijk kerst. En wat bij heel veel dingen kerst hoort, hoort natuurlijk ook een koor bij. En nogmaals, er zit iemand, zingt iemand mee die in bestuur zit. En ik denk ook dat het daardoor ontstaan is om dit koor uit te nodigen. En het is heel gezellig. Het geeft meteen sfeer en gezelligheid. Dus we zijn ook gewoon heel blij dat ze er allemaal zijn. Want volgens mij is dit het eerste jaar dat het koor dus uitgenodigd is. Als ik het goed begrepen heb. Het is het eerste jaar dat het koor er is. Dus dat is gewoon hartstikke leuk. Hè? Maar wie weet volgend jaar weer. Wil jij nog iets meegeven aan de mensen? Ja, ik wil iedereen een heel fijn feestdagen wensen. En natuurlijk een heel gelukkig nieuwjaar. En met minder strubbelingen als vorig jaar met corona en zo. Dus we gaan er met z'n allen voor. Het was een hartverwarmend bezoek aan de kerststal.